jawel, jawel. Een hele goede middag. We zijn in het klooster. Het klooster, tenminste het Maashaventheater Rotterdam-Zuid. Bij de jubileumshow van Hans Somers. Dus dat wordt vanmiddag natuurlijk een geweldig feestje. We gaan daar zorgen voor de afterparty. Strakjes en Hans gaat in concert en gaan een cd uitreiken en weet ik het al. Wordt gewoon een dolle boel, wordt weer gezellig. We gaan een dagje meekijken. Hey, Hans, ja, vertel eens, wat zijn we aan het doen vandaag? Ja, feestje vieren en ja, 35 jaar artiest. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb me onderweg nog wel eens in mijn haar moeten knijpen. Want 35 jaar, weet je zelf, is heel lang als je de bühne moet heen. Het is echt heel lang. En dat heeft alles te maken met name met de hectische periode waarin ik dit begon. Ik tekende een contract van een jaar bij Veronica toen ik de Pat Boom Show won. Iedereen weet dat nog, maar het programma Veronica komt naar je toe deze zomer was zo populair. Dat ik kwam ergens een grasveldje op in Zierikzee en daar stonden er al 4.000, 5.000 mensen te wachten. En er was er nog niks gebeurd. En dat was niet alleen het beeld daar, maar dat was het beeld in heel Nederland. En als je dan een jaar lang dat meemaakt, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan, want dat contract liep na een jaar af. Om dan het vak weer op te pakken, want je valt eigenlijk in een soort, het gaat met ups en downs. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen dat gelukkig, en dat is het fijn als je een stabiel huis hebt. Josje voor mij heeft altijd gezorgd dat ik door kon gaan, dat ik met dingen bezig kon zijn. En uiteindelijk, 35 jaar later, staan we hier samen naast elkaar. Dat vind ik helemaal geweldig. Ik mocht verleden jaar je cd uitreiken. En nou ja, een van mijn wensen was dat ik dit ooit nog een keer voor elkaar kon krijgen. Nou, je was ook een van de eerste die ik wilde. Ja, super. Ja, jullie zien het. Het wordt helemaal gezellig vanmiddag. Het wordt top. Loeidruk hiervoor. Ja, leuk. En internationaal, zelfs uit Brabant heb ik gehoord. Ja, echt, echt ook internationaal gedaan. Het is veel radio, heel veel radio. Nou, uiteraard tv ook vandaag. En jij met je eigen vlog, dat is ook bijzonder. Ja, nee, jongen, dat is echt geweldig. We gaan een feestje maken, jongens. We houden jullie natuurlijk helemaal op de hoogte. Af en toe eventjes bij het concert natuurlijk wat Hans zal ik gaan geven. Ja, en gewoon wat sfeerplaatjes, dus geniet er ook van. Als jullie er niet bij zijn, heel jammer, volgende keer. Hey, geniet ervan. Hoi, hoi. En ieder Brabant wordt een dolle sneeuw. Alles schiet er aan en we zagen als de zon schijnt. Maar vergeten zijn hoe je lacht. Het lijkt wel of de mensen niet meer weten hoe je zit. Of hoe je danst. Hoe je beweegt. Misschien, dit kennen wij. La 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 la. Jullie? was geen ander. Hugo's One-Man-Band. Geef hem een harde applaus. Dankjewel, 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 dankjewel. Helemaal goed, Hugo. Dankjewel, jongen. Ja. Slaap je handen, ik wil me nog wat kwijt. Maak je even wakker tot mijn spijt. Ik moet je zeggen dat ik hoor wat weet. Want alleen is maar alleen. Hans, die zijn nu onderboren. Want nu je bij me bent, heb ik niets anders nodig. Oh, een heerlijke dag in de gloria, in de gloria. En even op, en even op, en even op. Ja. Beste mensen. Nou, dat was het feest bij Hans Somers. Nou ja, jullie hebben het allemaal kunnen zien. Het was, het was eigenlijk heel gezellig. Het was eigenlijk reuze gezellig. Hele hoop bekenden, hele hoop collega's. Net zelf mogen zorgen voor de afterparty. Nou, het was heerlijk om te doen. Heel leuk publiek. Fantastisch leuke locatie hier in het klooster. Het klooster op het Afrikanerplein. Nou, heel veel zullen dat nog wel kennen. Nou, het was echt super gezellig. Dus ik ga zo zachtjes aan hier de vlog afsluiten. Ik ga dadelijk nog even kijken of dat ik Hans nog ergens kan bespeuren. Want die loopt hier in dat pand nog rond. Maar die is helemaal hola triola natuurlijk van het feestje. Maar die ga ik nog eventjes opzoeken. En dan, ja... Eén smetje op de dag, hè? Ik ga het zeggen. Maar ja, dat wisten jullie al natuurlijk. Altijd in de vlog even over het voetballen natuurlijk. Ja, en dat was natuurlijk vandaag even minder. Ja. Dames en heren, leuk dat jullie geweest zijn en deze middag was weer fantastisch vandaag. Hè? Kijk jongens, ja, hebben jullie me herkend? Jij bent inmiddels een bekende Nederlander. Kijk maar naar haar. Ja, dat bedoel ik. Jaap van Didden was er dus ook, ja, dat zien jullie wel. Ja. En heb jij zelf ook genoten eigenlijk? Ja, het was een super middag. Ja, het was helemaal gezellig. Ja, toch? Er moet eigenlijk veel meer gebeuren. Ik vond het zo jammer dat het zo kort was. Ja, het was maar van 2 tot 6. Zullen we gewoon even doorgaan? Gewoon de deur op slot gooien en... Kom, we gaan even. Kom, gooi je de deur dicht, jongens. Jongens, ik heb het net beloofd. Ik tackle hem nog voordat hij naar buiten loopt. Ik zeg, ik moet Hans nog eventjes... Toch niet letterlijk, hè? Nee. Daarom zeg ik, want mijn knietjes doen het niet meer zo goed. Nee. Hey, maar het was, Hans, het was een topfeestje, hè? Ik zou je één ding vertellen. Er zijn dingen bij waarvan je op een gegeven moment denkt van... Nou, laat het in godsnaam goed aflopen. Maar ik vond het een knalfeest. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik na 35 jaar wat geleerd heb. Dat zou wat zijn. Nee, het was echt gezellig. Jammer, als je er niet bij bent geweest, je hebt echt wat gemist. Dat is altijd, hè? Ja, maar wie weet. Kijk, daar hebben ze naar Feyenoord zitten kijken. Die vries beneden op. Ja, hij staat lekker. Ja, want dan een klerenmiddag, joh. Hou op, schrijf. Jongens, maar het was top. Oké. En ik denk dat ik ook namens Hans spreek. We zien elkaar heel snel een keer ergens in het Rotterdamse. Want zeker weten. Wij hebben net weer gezegd, er moet veel meer aan gebeuren, joh. We hebben vorige keer ook gezegd. Lekker feestje. Lekker over en weer. Als je wat hebt, bel je en ik bel jou. We horen jullie jongens zo werken. Ik ga de vlog afsluiten samen met Hans. Jongens, hij was fantastisch, hij was top. Hele dikke doei. Dag, hallo. Tot gauw. Hoi hoi. Tot ziens. Hoi hoi.